Hallo kijkers van Shine Sprites, het is tijd voor de 8e aflevering volgens mij van de Pokémon Sword and Shield Avatar Log met Jordi van de Subpar Guys. Hola, hola. De vorige aflevering zijn we hier gestrand na de grot die we hebben gedaan na de tweede gym. Het is tijd om hier nog even twee trainertjes te gaan verslaan. Dan gaan we naar Kabul. Ja, en ik zeg Milan alvast één ding. We zijn één persoon vergeten waar we nog eerst tegen moeten vechten. Marnie. Oh ja, in die in natuurlijk. In die in. In de in, ja. In. Oké. Wat voor Pokémon's heeft zij ook alweer? Krogunk, Scraggy en Mopeko. Dus voornamelijk Dark types en Fighting types. Nou, mijn team is niet veranderd sinds vorige keer. Ik heb nu een Gyarados. Ik denk dat Milan wel een aanpassing heeft in zijn team. Ja, klopt. Ik heb... even kijken, wie had ik er ook weer uit? Oh ja, ik had Ponyard eruit gehaald. En... Heel slim. Shuckle erin gedaan. Ja. Don't fuckle with Shuckle. Nee, precies. Maar wel even heel kort. Het is nog een hele kleine discussie van... Oké, moeten wij nog grinden? Voor Kabu? Maar ja, Kabu's levels zitten op zich... een beetje gelijk aan wat wij nu zitten. Ja. Dus super makkelijk gaat het niet worden, maar ik zie ook niet dat we heel veel problemen gaan krijgen. Nee, precies. Famous last words, maar... Echt, hè? De nummers qua Nuzlocke devs zijn nog aardig laag, dus we zijn het een beetje aan het uitdagen. Ja, jij maar één en ik er twee, dus het valt mee. Nee, precies. En daarnaast, zowel jij als ik, hebben nog redelijk goede Pokémon's nog in de box zitten. Joop. Dus, ik ben nog positief. Ik heb ook genoeg Nuzlocke's meegemaakt dat je drie keer achter elkaar een hele veel team wipe-out krijgt. Dan zie je ook zo van... Ja. Ja, ik heb nog een Volbeat in mijn box, maar ik vind het wel goed zo. Nee, precies. Nou, dat was deze. Caroline is dood. Ja, dankjewel Caroline. En geef even flink wat money. Dank u. Nou, dat was dat. En nu die politie meneer nog? Die heb je net gedaan. Oh. Ja, ik heb een Golett met bijna iets wat evenveel damage doet als een Earthquake. Dus... Oké. Ja, ik maak me niet al te veel zorgen om zijn Growlithe. Oké, dan gaan wij naar Marnie toe. Doe jij dat maar eens. Mag ik eerst even nadenken van, wat is een slimme keuze tegen Marnie? Ik moet niet vergeten om Vulpix en Litwick te vangen. En jij sowieso Litwick. Yeah, en Sizzlipede. Sizzlipede. Dus ik moet er drie vangen en jij moet er twee vangen. Twee, ja. Ja, wat ook nog met je catching episode vandaag. Ja. Yeah. Heb je dan genoeg punten als je ze alle drie vangt, zeg maar? Even kijken, want killen is 1 punt. En volgens mij is catch 2 punten. Dus heb je sowieso genoeg punten. Oké, duidelijk. Ja, ik kan ook zomaar zeggen dat catch 3 punten is, maar... Heel zeker weet ik niet meer. Oké, we gaan het zien. Ja. We komen er vast uit. Precies. Ik was nog even aan het nakijken van, hey... heeft een... Godsamme, je hebt natuurlijk weer een Krogunk met dry skin, hè? Echt. Oh. Ik was even nakijken of de Ninetales van Kabu Solar Beam heeft. Heeft hij niet. Oké. Dus dat scheelt al een heleboel. Even kijken, in dit stadje is alleen beneden een Pokécenter, toch? Nee, beneden en boven. Boven helemaal links zeker. Ja. Ja. Ah, shit. Oh, dat doet niet al te veel. Dank u, game. Echt, ik heb alleen nog maar mijn jouw stick bij me om later te vervangen met het terrein. Ja. Oké, dat is een Scraggy. Dan hebben we Spagonia. Nee, echt, zometeen in de gym hebben we twee hele goede dingen om te vangen. Voor jou drie goede dingen.
Dus... Welk level evolueert... welke wou ik nou vragen? Geen idee. Celandit? Nee. Ja, Celandit weet ik ook niet, maar ik weet dat dat nog even duurt. Maar Chinchou. Oh, Chinchou. Voor mij level 28 als ik het goed heb. Oké. Okay. Ik zal even voor je nakijken, maar eerst moest ik even checken of Celandit. Dat is eerder dan wat ik verwacht. Ik had later verwacht. Celandit is 33. Oké, okay. Oh, dat valt mee. Hey, voor een Salazzle? Ja, valt inderdaad mee. En Chinchou is 27. Ah, oh, valt hartstikke mee. Yep. Oh, Morpeko. Waar opent zij mee? Krogunk. Okay. Heeft dry skin, dus als je denkt van, hey, ik doe een water move, niet doen. Heb je een fire move? Wel doen. Dus Raboot is misschien wel een goed begin. Jop, die staat toch vooraan, dus. Dan ga ik proberen deze Morpeko te killen met een Greedent. Want ik heb voor de rest niet zo heel veel andere dingen om te doen, want... Dark Electric. Ik kan dus mijn Golett niet gebruiken. Mijn... Hupplepup ook niet. Mijn Gorgeist. En mijn Flyer ook niet. En Gyarados ook niet. Dus... En ik heb ook nog een Psychic type, dus Greenant is echt mijn enige optie. Dat is eigenlijk de enige reden waarom Greenant, naast zijn goede nickname, nog eigenlijk in het team zit. Ja. Want ja, voor fighting types ben ik niet bang. Nee, snap ik. Fighting types, wat kunnen ze doen tegen mijn team? Ik heb een Psychic type, ik heb een Ghost type, ik heb een Flyer, ik heb een Water Flyer en ik heb nog een Ghost type. Wat moeten fighting types doen? Helemaal niks. Als een soort speel, zeg ik zo van... Ja, oké, kom maar, B. Ga je gang. Ik moet alleen nog nadenken wat ik ga doen bij de Ghost Gym zelf. Want Ghost tegen Ghost is... Je hebt timestamps gestuurd, hè? Hm? Of heb je die opgeschreven? Je timestamps. Die heb ik niet echt eens gebruikt tijdens het editen, dus... Oh, oké. Okay. En over het algemeen eindigen wij op... Nou ja, hele duidelijke momenten. Dus dat is voor mij een stuk makkelijker. Mm-hmm. Ja, niet ergens midden in een route of zo, zeg maar. Meestal maken we wel een route af of een gym of zo. Nee, precies. Dus dat is voor mij wat makkelijker. In sommige projecten dan stop je ergens random middenin. Ja, dan is het wel ruk, maar... Oké, okay, mijn hele team is geheeld. Ik wacht even tot op jou voordat ik de gym inga. Morpeko is dark. Elektrisch en electric. Ja. Oh, dan laat ik Pancham maar gewoon instaan. Oh, hop. Hop de pop. Oeh, hij is sneller. Even kijken. Had ik nog genoeg super potions? Denk wel. Ik heb er 15. Kom wel goed. Ik vergeet nog steeds iedere keer, Golett mag geen item. Want Golett heeft wel handen, maar kan ze niet gebruiken. Nee. Oké, moet ik nog iets anders doen? Oké, Morpeko is dood. Nice. Just. Dat is fijn. Ah, dat kan misschien wel handig zijn. Brutal Swing doet 60, Bite doet 60. Bye bye Tackle. Heb je momenteel ook niet als je kijkt naar je team je echt afvraagt van... Ah oh ja, dit is nu mijn team. Nou, ik heb meer zo van als ik bijvoorbeeld ga healen van... als ze allemaal evolueren, dan gaat het allemaal zoveel makkelijker. Ja, maar dat duurt even. Ja. Yeah. We willen allemaal die early Hydreigon, maar ja, die krijgen we gewoon niet. Nee, maar ik bedoel meer van, als ik naar mijn team kijk, dan zijn ze allemaal eigenlijk net niet sterk. Maar als ze echt allemaal een level of 3 hoger zijn of zo, dan zouden ze allemaal zoveel sterker zijn, zeg maar. Ja, dat heb ik nu alleen nog maar met de Golurk. Wanneer ik die heb, dan heb ik op zich wel een prima teampje. Dan is alles al bijna fully evolved, want Tranquil, Unvescent, ja...
Nou, dat is maar een klein verschil, dat maakt niet zo heel veel uit. Ben ik helemaal full geheeld of niet? Als je de fight hebt gehad met Marnie, ja. Oké. Dan zie ik dat ik iemand nog heel even de magnet moet geven. Zonde als je die niet gebruikt, terwijl je die wel hebt. Oh, dan moet ik die... Die zit nog in mijn box bij die dooie. Maar met de power van Latest Gen kan je gewoon je box enteren vanuit iedere positie. Yep. Met uitzondering van een gymfight. Ja. Oké. Magneetje geven. Ho, rustig. Ik ben bijna klaar hoor, ben bijna zover. Nou, ik ben aan het spinnen. Zo. Jou geef ik even. Zo jammer dat ze dat ding weer uit hebben gehad van X en Y, dat je niet al te veel kan spinnen, want dan wordt de kerk te duizelig. Oké, let's go. Ja. Ik sta nu bij Hop voor de gym. Oh ja, dat stuk heb ik net al gedaan, want... Het is Hop, alles wat hij zegt is niet relevant. Nope. Gelukkig is dit maar een kort gesprek. Ja. Nou, kunnen we binnen. Nou ja, we hebben Nessa's waterpuzzel eigenlijk al gehad. En op zich, je kan zeggen van oké, die waterpuzzel kon je eigenlijk pas doen rond 3DS tijd. Want vanuit 3D kan je het iets beter zien dan vanuit 2D. Ja, klopt. Maar waarom hebben we nu pas eigenlijk een catching minigame? Geen commentaar. Dit lijkt me echt zo'n challenge die je eigenlijk vanaf Gen 1 al kon doen. Ja, precies. Ja, challenger, vang twee Pokémons. Of vang deze Pokémon. Yep. Dat had allemaal makkelijk gekund. Hallo, Bacon. Nou. Bacon, dat is echt een geniale naam voor Sizzlepeed. Ik hoop dat dat sarcastisch is, want het is echt de meest normale naam voor een Sizzlepeed. Ja, dat weet ik, maar ik vind hem wel grappig. Ik heb dat nog niet eerder gehoord, hoor. Oh, for fuck's sakes. Drie shakes en dan is het ook... Oh, het is best wel lastig omdat er iemand met je mee speelt, zeg maar. Dus daarom is het misschien wel handig als je misschien een bulky Pokémon erbij houdt. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden voor mij... Hij zit in de eerste netbal bij mij. Ja, dat is ook de belangrijkste reden voor mij om tegen jou te zeggen van... Gebruik jouw Shuckle als het nodig is. Ja. Want Shuckle kan jou heel goed helpen. Oh, kut. Zo. 1... 2. Sizzlepeed, moet ik jou echt gaan damagen? Want ik kan je nu al beloven, als ik jou moet gaan damagen, ben je dood. Weet je wat, ik gooi nog één bal tegen. Hij heeft nu twee keer gecoiled, dus zijn defense is ook geboost. Dus... Oeh, Litwickje vangie. Ik ga hem damagen. Ben je eigenlijk van plan om een van deze fight types te gebruiken? Niet meteen, denk ik. Maar uiteindelijk wel misschien. Nou, ik vind Litwick een hele vette Pokémon. Die zou ik misschien wel ooit een keer willen gebruiken. Hoezo? Gewoon omdat je eigenlijk nu in één keer drie fire types in één keer kan vangen. Mm-hmm. Dat is een beetje mijn punt. Ja. Nice, die zit ook in één keer, Litwick. Ondertussen is Jordi nog steeds bezig met zijn fucking Sizzlepeed. Die waarschijnlijk nu doodgaat. Mm. Oeh. Waarvan ik nu heel blij ben dat die doodgaat. Het is jammer, maar geen Sizzlepeed voor mij. Oké. Okay. Ja, hij wil, Litwick is hij voor wil jou gewoon ook in de bal. Dat beest weigerde gewoon om de bal te gaan. Voor Litwick kreeg ik geen punten, waarom niet? Het kan zijn dat je iets te snel door de knop heen bent gegaan, want over het algemeen krijg je voor ieder ding een punt.
Hallo, Litwick. Dat zal wat zijn als je hier geen Pokémon's mocht vangen, maar je ze allemaal moest verslaan, want hier een shiny spawnt. Mm-hmm. Ja, ik ben een sadist. Ik weet niet of dat al te merken was. Ja, maar ja. Dat zou in deze echt zo erg zijn. Maar ik denk dat dit fixed Pokémon's zijn, dus ik denk niet dat deze shiny kunnen zijn. Jee, ik heb Vulpix ook. We hebben het wel over Game Freak, hè? Ja. Ja, die vindt het alleen maar nice als dat gebeurt. Nou ja, ze hebben nog steeds de ding van Gen 3 al nog gefixt. Dat de catching tutorial Pokémon Shiny kan zijn. Ja, maar dat vinden ze toch geniaal als dat gebeurt. Mensen die doen dat, willen dat ook expres een keer, hè? Sommige Shiny Hunters doen dat expres. Ja, er zijn Shiny Hunters die dat doen, ja. Dat, ja. Dan vraag ik echt van mezelf van... Waarom? Hoe erg haat jullie zelf? Ja, echt, hè? Want... Oké, gym mission cleared. Dat deed je aardig snel. Ik ben nog steeds bezig. Hoe heet het? Ik gooide bij Sizzlepiep meteen een bal en hij zat. En ik gooide bij Litwick meteen een bal en hij zat. En Vulpix zat in de tweede bal. Ik gooide bij Sizzlepiep 6 ballen. Ging er niet in. Ik ben nu proberen om de Litwick aan te vangen. Want ik wil wel graag een Chandelure. Even kijken, waar begint Kaboom mee? Weet je dat? Ninetales. Wat zal ik, waar zal ik eens mee beginnen dan? Geen Ninetales. I know. Als je mijn tip wil hebben, zou ik zeggen, begin met... Chinchou? Chinchou is misschien wel de beste optie om mee te beginnen. Ja, dat dacht ik al. Dan gaan we dat doen. Spannend. En ik mag niks meer vangen. Is het ook niet gelukt? Nee, Litwick wilde niet in de bal. En om het nog erg te maken... Ik had nog gewhirlpooled, dus langzamer damage. Nee. Yeah. Gewoon nee. Denk zij van... Fuck jou, Jordi, jij verdient geen Litwick. Oké. Prima, dan ga ik... Ik kan er echt slecht tegen hoe die Kaboom rent, jongen. Dat ziet er echt niet uit. Het is een powerwalk. Een powerwalk? Het is een powerwalk. Het ziet er echt niet uit. Oké, okay, Kaboom. Let's go. Oh, dit stadion is zo vet, hè. Mm-hmm. Wat is eigenlijk je favoriete stadion? Deze, denk ik. Ik heb iets met Pearson Stadion. Of gebrek aan een stadion. Ja, dat is ook vet. En dat je daar niet kan Dynamaxen, dan hoef je daar ook geen rekening mee te houden. Mm-hmm. Oh, ik heb helemaal niet over nagedacht wie ik ga gebruiken met Dynamax. Mijn grootste tip daarvoor zal zijn... iets... waarmee jij de zon mee weg kan halen. Of ja, iets wat... heb ik dat. Of iets... nou ja... Oh ja, dat gaat vanzelf als je een wateraanval doet. Ja, of wanneer je een wateraanval doet. Of volgens mij... Ik weet niet meer zeker of het rock is of ground die het triggert. Volgens mij is het rock die het triggert. Hm. Kan ik eventueel Shuckle gebruiken. Maar die is nog wel laag level. Ik ben geburnt. Dat was kut. Ja. Nou, ik ben ondertussen even de hele gym maar aan het sprinkelen. Met gigantische watervallen. Kijk, Quick Attack me, nice. Nou, kom maar door, laatste Litwick. Ik zit ook echt gewoon te wachten dat een van deze Pokémon zometeen een shiny is. Kans, yeah. Voor hetzelfde geval is het, kan het niet zoals je zegt, het is fixed. Maar ik zie het ook zo dat gebeuren het dat het gewoon erin zit. Hm. Nou. Ik ben er klaar, dus ik kan ook eigenlijk naar Kaboom toe. Ik hoop wel dat een van ons een shiny tegen gaat komen in deze serie. Ik zou het op zich mooi vinden. Ja, ik zou het fucking vet vinden. Nou, hartstikke mooi. Kaboom is geweest. Even. Ja, oké. Ik kan nog potions, of niet? Ja, een beetje zonde om een super potion te gebruiken voor 5 HP, maar Allah. Hoeveel waterfalls? Ik heb nog 11 waterfalls. Moet wel lukken. Ja, jij bent echt slim geweest om al die dingen te doen van tevoren. Het is bijna alsof ik het vaker heb gedaan. Ja, ik had het even moeten weten, dan had ik dat ook gedaan. Want dan had ik ook mijn dinges een betere aanval kunnen geven. Mijn waterpokémon.
Ja, maar aan het eind van de rit, de raid battles zijn heel goed voor TR's. Maar het is altijd een gok of je goede TR's gaat krijgen, ja of nee. Mm-hmm. Maar ik heb geluk dat het waterval is. Voor hetzelfde geld kreeg ik Scald. Ook niet verkeerd, maar ik heb liever waterval op mijn Gyarados en geen Scald. Mm-hmm. Ja, Kabu, lul maar door. Ja, trivia van vandaag. Kabu is van Hoenn. Yep. En daarvoor zijn die League cards. Daar heb ik wel eens een keer gehoord, ja. Oeh, hij heeft ook een Arcanine. Wat ja, Ninetales, Arcanine en Center Scorch. Waterfall. Ah, Ninetales is sneller. Dat is enige nadeel aan een physical Gyarados. Als je Will-O-Wisp bent, wordt jouw attack direct gehalveerd dankzij die ruk Will-O-Wisps. Nou ja, daarom hebben we Whirlpool. Holy fucking line damage. Gaat die goed? Ja, ik ga nog niet dood of zo, maar ik doe ook niet veel damage, zeg maar. Nee, fair enough. Maar nou, Will-O-Wisp de hele tijd. Ja, probleem heb ik ook. Nou, zijn ze klaar? Dan wil ik het eigenlijk heel slim proberen te spelen, maar het is ook heel risicovol wat u gaat doen. Ik denk dat ik deze ga sacken. Zal ik dat doen? Voordat je iets gaat sacken, gooi het in de groep. Waar zit je mee? Nou, ik zit met Chuckle. En ik wil eigenlijk een safe switch naar Chinchou, zeg maar. Ja. Alleen, dan moet ik een safe switch hebben, zeg maar. En dat kan alleen als er één Pokémon van mij doodgaat. Nou, niet per se. Het kan ook opgelost worden wanneer jij de Arcanine kan killen met Chuckle. Ja. ik weet het. Ik vraag te veel van een Chuckle, maar ik kan een rollout proberen en daarom en dan gewoon kijken hoe dat zich uit. Ik zou Rocktrow gaan doen. Gewoon een paar Rocktrows. Ja, maar Rocktrow doet zo weinig damage. Dat is niet normaal. Ah, oké. Okay. Als weinig damage doet. Welke moves heeft nog even Chuckle nog meer? Strugglebug en Safeguard. Maar jij vraagt je af van waarom je iedere keer wat gewillen wispt. Doe gewoon Safeguard, heel even de burner vanaf in ben klaar. Ja. Yeah. Oh, yeah, shit, maar heeft nog gelijk ook. Nou ja, dat weet ik wel, maar het heeft niet geholpen. Nou ja, hey, uiteindelijk, dat is ook de enige reden waarom ik zei van gebruik Chuckle. Dan heb je tenminste een safe switch in. Maar daarvoor gebruik je Chuckle. Om iets te tekenen en te gebruiken als fodder aan het eind van de rit. Ja, hij is dood. Wah, wah. Chuckle. Maar dat is niet erg, we gaan gewoon verder. Nee, precies. En daarnaast was het. Chuckle heeft zijn rol vervuld. Yup. En daar ging het om. Zit te twijfelen, zal ik al Dynamaxen tegen Arcanine en dan water doen? Voordat ik daar antwoord op geef, ga ik heel kort voor jou kijken. Want het scheelt wel in de damage. Want Chinchou speed is, ik zet het even, ja, kan nog. Chinchou speed is 67. En Centiscorch speed is, even nog trager plus. Centiscorch speed is 65. Jij bent waarschijnlijk lager level dan de Centiscorch. Ja, dan is het misschien wel handig om eerst te Dynamaxen bij de Arcanine.
Dan doen we dat. Want dan heb jij Alderaan up. Ja, precies. Dan doe ik meer damage. Precies. En dan wordt zijn fire move... als hij een fire move gaat doen... wordt gehalveerd. En dan komt de zon. En dan zet jij weer de regen op. Dus hij doet altijd dan sowieso steeds minder damage qua fire moves. Werkt niet als je een bug move gaat doen. Maar... je cancelt tenminste een groot deel van zijn firecrap ermee weg. Ja, de Arcanine is niet eens dood na één Max Geyser. Wauw. Ja, ik ben tenminste blij dat we niet met Hard Nuzlocke regels speelden. Dat je geen items mag gebruiken in battles. Ja, dat ga ik ook nooit doen, dat ben ik te slim. Nou, ik heb eerder gedaan en... ja, dan worden fights wel opeens een stuk moeilijker. Want als je dan Gorilla Wisp bent, dan heb je gewoon special mons nodig. Mm-hmm. Oké, de Arcanine is dood. Nice. Ja. En ik ben niet sneller dan de Center Scorch, hè? Nee, ik ben niet sneller dan de Center Scorch, nee. Ik ga toch even kijken of hij dit doet. Want ik wil graag de Arcanine killen. Even kijken of hij doet de Flame Wheel. Even kijken, Flame Wheel doet veel te veel. Oké, nee, ik ga dezelfde tactiek gebruiken. Dus ik ga nu Dynamaxen. Maar ik dacht nog even, ik gebruik mijn Golett om het op te lossen. Mm-hmm. Maar Golett tikt bijna 50% van een Flame Wheel. Dat gaan we niet riskeren. Dus Gyarados, ga maar sweepen. Ik praat over de Dynamax forms weer. Ik zag Game Freak ook vooruit dat ze weer... dat ze Gyarados in Gigantamax vorm zouden gaan geven. Tja. Ah, for fuck's sake. Ik was... Ik vergeet iedere keer dat status moves... kunnen raken wanneer Dynamax actief is. Nou wel. We moeten er maar mee leven. Dit is echt zo'n spannende battle dit, jongen. Hè? Mm-hmm. Kom op, blijf leven. Blijf leven, alsjeblieft, blijf leven. Kut. Gooi het in de groep. Electric is dood. Jammer. Is vreemd om te horen. Want die was misschien nog wel handig geweest voor sommige stukken. Oké, okay, maar hoe sta je er momenteel nu voor? Slecht. Hij heeft nu nog één beurt... Dynamax? Okay. Dynamax. Oké. Okay. Hoe staat het met jouw levens qua Pokémons? Ik heb nu twee dooien. Dus Shuckle en Electrike. Ik heb nog wel Full Health Reboot. Ik heb een Chinchou met 2 HP. Pancham full health en Toxel full health. Maar met Toxel kan ik natuurlijk niet zoveel. Nee, ik zou zeggen maak het af met Reboot. Ja, dat was inderdaad mijn idee ook. Reboot is ook sneller. En ik denk dat ik met deze de Center Scorch heb afgemaakt tenzij ik een low roll krijg. Ik krijg geen low roll, ik heb Center Scorch klaar. Kaboel is afgemaakt. Oh, Reboot kan hem echt easy taken dit. Dat is heel mooi om te horen. Dus dan kan je hem mooi afmaken. Oh, hij flashfire, dat was dom. Wah, wah. Ja,
Ja, dat was een bad play. Nou. Dat was Cabo. Doet die smokescreen die ei? Nou, dankjewel. Geef maar het uniform en... Kijk, hartstikke mooi dat je me Will-O-Wisp geeft, maar ik heb liever Toxic. Smokescreen, hè? Is dat op de Pokémon? Of is... Ja, dat is op de Pokémon. Dat is op de Pokémon. Ja. Ik wacht gewoon in het stadion. Of tenminste, de ingang van het stadion. Ik ben echt na nadenken van, oké, wat wordt mijn volgende ding? Oeh, hij heeft Coil gedaan. Oké. Oh, Pokémon can be switched. Huh? Door die Fire Spin dan, of wat? Ja, door de Fire Spin zit je vast, dus je kan niet wisselen. Oh, wat kut. Dus je moet wachten. Oh, ik raak. Ik heb geraakt. Oké. Maar ik doe wel weinig damage. Hij doet Flame Wheel. Oeh, dit wordt spannend. Doei. Oké. Oké. Nu kan ik als goed wel switchen toch? Ja. Gaat hij goed? Ja, ik moet eventjes kijken hoe ik dit speel. Wat? Oké, Chinchou weer opeens one-hit KO. Nice. Doet een one-hit KO of gaat dood door een one-hit KO? Nee, die gaat dood door een one-hit KO. Ah, jammer. Nou ja. Positief nieuws. Zometeen gaan we naar de wild area, dus... Gewoon zometeen heel veel recoveren. Training. Ja, maar hij doet zoveel damage de hele tijd. Ja, yeah, I know. En hij gaat een keer critten, want dat gaat natuurlijk een keer gebeuren. Ja, maar dat is nu even het ding van Center Scorch. Waarom mist hij niet een keer? Omdat je nog niet genoeg defs hebt. Ja, zo denkt hij er wel over, ja. Hoeveel pp heeft Flame Wheel? Veel? Als ik het goed heb, misschien 30? Wow. Dat is veel. 25, maar max 40. Vraag me niet hoe precies de AI werkt, want ik zit soms nog steeds in mijn kop dat de AI geen pp gebruikt. Dat was een beetje het hele ding van de Pokémon. Soms weet je het gewoon niet meer van... Oké, hebben ze het nu wel weggehaald, niet weggehaald? Hadden ze het weer terug? Oh, hij doet weer Coil. Handig. Zal ik even de game hacken, zodat ik 8 Pokémon's mee kan nemen? Ik heb te veel Pokémon's die ik mee wil nemen. Oh, overleef het alsjeblieft, Raboot, anders kan ik net goed stoppen. Nee, dood. Wat heb je nog over? Nou, Pancham kan hem wel afmaken, denk ik. Dat is niet geruststellend. Denk ik. Moldbreaker. Oh, hij is sneller. Als het 1-hit KO is, dan is het over. Ja, technisch niet, ja. Want je hebt nog dingen in de box. Ja, en ik heb nog een Toxel, maar... Ik zei het van tevoren toch al, van... Ik ben nog veel te zwak met dit team. Oké, ik heb... Even kijken, ik kan Nuzzle doen. Maar ik ben niet sneller, dus Toxel is ook dood. Denk ik. Ja, tuurlijk. Maar dat kon ook niet anders. Hoe moet ik het ooit gaan halen met wat ik nog in mijn box heb? Ja. Daar komen we wel achter. Maar niet meer in deze aflevering. Hey.
Depressieve goed. Milan, wil jij hem afsluiten? Ja. Yeah. Dat wil ik. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit een leuke aflevering? Ik niet. Doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Hoe zal dat toch komen? Van Jordi. Dus Park Guys. En dan zie ik jullie heel graag de volgende aflevering weer. Adios, amigos.